Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ben je nieuw hier? Vergeet je dan niet te abonneren om meer video's te zien over beauty, reizen, ondernemen en natuurlijk nog veel meer. In deze video, de titel zegt het eigenlijk al een beetje, ga ik de echte reden vertellen waarom ik video's maak. En dat is niet een of andere clickbait of zo, of een of andere ik hou van konijnen verhaal. Maar het is echt een real deal en ik heb hier gisteravond pas echt chocola van kunnen maken. Gisteravond kon ik namelijk niet slapen omdat ik de laatste tijd allerlei dingen had opgeruimd en dus gisteren tot deze conclusie was gekomen. Dus als jij benieuwd bent naar de echte reden waarom ik video's maak, blijf dan vooral even kijken. Om het verhaal helemaal te begrijpen, gaan we een stukje terug in de tijd toen ik nog een klein meisje was en ik verhuisde van een stadsdorpje naar een echt dorpje. En in het dorpje was ik nog nooit geweest. Mijn ouders kenden daar ook niemand. En ik was eigenlijk gelijk daar als soort van vreemde eend in de bijt. Ik had daarom weinig vrienden. Ik was veel alleen. En ik had ook heel vaak het gevoel geen talent te hebben en er niet toe te doen. En dat gevoel heb ik eigenlijk mijn hele jeugd wel ervaren. Ja, en hoe dat kwam, dat was omdat er dus heel veel groepsvorming was. In de zin van ons kent ons. En daar kwam je dus als je daar niet vandaan kwam, dus heel erg moeilijk tussen. En mijn ouders hadden altijd zoiets van, nou, we gaan niet moeite doen om daartussen te komen, want we gaan ons niet beter voordoen dan we zijn. We zijn gewoon normaal en als je daar niet mee kan bereiken om een vriendschap te creëren, dan maar niet. En dat vind ik een hele mooie visie, daar ben ik het ook 100% mee eens. Maar je kunt je voorstellen dat als je als kind nog klein en jong bent en je komt in een nieuwe omgeving te wonen, dat je toch eigenlijk ook wel heel graag wilt dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort en dat je er dus toe doet. Maar dat was dus niet het geval en daardoor was ik dus heel vaak alleen in mijn kamer. Mijn kamer was echt mijn imperium en daarin heb ik mezelf onwijs veel dingen geleerd. En ik had ook een abonnement op de bibliotheek en ik ging elke donderdag dan naar de bibliotheek. En ik had op een gegeven moment echt de hele afdeling van de kinderbibliotheek gewoon afgelezen. Ik was een ontzettende boekenworm, want ja, ik ging naar school en meestal gewoon gelijk naar huis. Want ik was echt in zo'n situatie dat als ik een keer met iemand afsprak, dat diegene dan bijvoorbeeld ook wegrende voor mij en zo. Gewoon expres, omdat ze dat dan een soort van leuk spelletje vonden of zo. Maar je kan je voorstellen dat mij dat heel, heel, heel erg heeft gekwetst. En dat soort dingen vergeet je niet. Die onthoud je echt voor de rest van je leven. Dus daar kwam ik vandaan. En op een gegeven moment werd mijn vader ziek. En toen had ik zoiets van, ja, mensen moeten niet meer naar mij omkijken. Mijn ouders hoeven niet meer naar mij om te kijken. Ik kan mezelf wel redden, dus ik heb mezelf gewoon een soort van afgesloten. Bij mij ging er een soort van knop om. Zo van, oké, hun hoeven niet meer naar mij om te kijken. Dus ik ga me focussen op school, want dat is op dit moment mijn only way out. Dus goed, zo geschiedde dat. Ik ging naar de HAVO, vakkenpakket, zelf gekozen. En op een gegeven moment was het wel fijn, want ik kreeg dus een nieuwe omgeving in een stad. En daar kon je veel meer dingen doen. Was iets dynamischer dan het dorp waar ik woonde. Dus ik had nog wel een beetje een way out daar. En natuurlijk ook nieuwe mensen. Maar iets wat mijn ouders mij altijd hebben geleerd in de tijd van dat mijn vader ziek was. En dat was ook nog steeds toen ik op de HAVO was. Is dat je altijd positief moet blijven denken. En dan komen we weer terug op iets wat ik heel vaak zeg. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Een uitspraak van Johan Cruijff. Jullie kennen het vast wel. Maar probeer in het negatieve altijd het lichtpuntje in de tunnel te vinden. Want die is er echt altijd. En op de HAVO merkte ik ook dat er heel veel groepjes waren. En ik merkte dat er ook heel veel drama was. Wel een keer dat we in de kantine zaten en iedereen zat te huilen aan de tafel. Terwijl mijn vader degene was die ziek was. Dus ik sloot me daar eigenlijk voor af. En ik heb toen heel erg veel afstand gedaan van mensen. Omdat ik vond dat ik me moest focussen op het positieve. Omdat ik thuis al een behoorlijke situatie had om mee te dealen. Ja, ik was dus eigenlijk op zoek naar een way out. En ik had, toen ik op de HAVO zat, altijd heel veel verschillende baantjes nog naast mijn studie. En dat heb ik dus ook vastgehouden toen ik naar het HBO ging. Ik heb altijd onwijs veel gewerkt naast mijn studie. Omdat ik zag dat wanneer je dus werkte, je geld verdiende. En met dat geld kon je eigenlijk alles doen wat je wilde. En dat bood dus voor mij de vrijheid waar ik op dat moment naar op zoek was. Goed, nu woon ik dus in Rotterdam. Dus dat is super fijn. Daar ben ik onwijs blij mee. En ik kijk ook terug op een mooi verloop hoe ik dat heb gedaan. Maar de laatste tijd ben ik dus vooral bezig geweest met het definiëren van waarom doe ik wat ik doe. En dat is echt nog niet zo makkelijk. En toen was ik dus gisteren en die dag ervoor door de coronacarantaine van alles aan het opruimen. En ik ben dagboeken, agenda, schriften, allerlei dingen van die tijd tegengekomen.
En uiteindelijk viel bij mij dus het kwartje. Ik help ondernemers met het groeien van hun bedrijf via creatieve video en social media marketing. Waarom ik dit doe is omdat ik ze wil helpen met het zichtbaar zijn online vanuit hun eigen authenticiteit en kracht. En waarom ik dat wil is omdat ik nooit echt zichtbaar ben geweest toen ik jong was. En ik altijd het gevoel had dat ik er niet toe deed. Ik altijd het gevoel had dat ik geen talent had. Ik altijd het gevoel had dat mijn verhaal er niet toe deed. Maar guess what? Mijn verhaal doet er toe. Jouw verhaal doet er toe. En iedereens verhaal doet er ook toe. Alleen je moet er wel gaan staan. Want ik geloof dat iedereen een uniek verhaal te vertellen heeft wat een podium verdient. Maar je moet het natuurlijk wel gaan doen. Dus get up, dress up, show up and never give up. Het leven is namelijk te kort om onzichtbaar te zijn en ik help je heel graag om de juiste stappen te zetten in de goede richting, zodat jij het podium krijgt wat jij verdient. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Laat eventjes weten hoe je deze video vond of er nog bepaalde dingen zijn die ik verder moet uitlichten in een volgende video. Ik kan natuurlijk niet alles behandelen in deze korte video, want anders wordt het een heel groot levensverhaal. Maar mochten er nou dingen zijn waar we zeggen van, nou hè, hoe heb je dit opgelost? Hoe heb je dat gedaan? Laat het me weten. Ik ben altijd heel erg blij om van je te horen. En ik zie je natuurlijk heel graag weer terug op mijn kanaal. Doeg!